Volgende dat we gaan doen is eigenlijk de wijnhouder gaan afwerken. We doen dat met een plaatschaar. Dit is de plaatschaar. We gaan daarbij mooi op de hoek gaan knippen. We gaan dat eventjes de plaatschaar draaien. En kijken dat we mooi op de lijn gaan knippen. We zetten de plaatschaar mooi gelijk met het lijntje. Dan gaan we heel mooi dat hoekje eraf knippen. Dat gaat redelijk vlot. Als je er een klein beetje naast zit, dat kan niet zoveel kwaad. En dan gaan we de andere hoek ook doen. Dus we zetten de plaatschaar op het lijntje. Mooi op het lijntje. En we knippen de hoek eraf. En zorg dat dat niet te ver wegspringt. Goed. Dus je hebt de hoekjes eraf geknipt. Volgende dat we gaan doen is onze fleshouder weer inspannen en onze hoeken afronden. Onze zielhouder is ingespannen. We gaan opnieuw onze metaalveil nemen. Maar deze keer gaan we niet met de ronde kant, maar met de platte kant werken. En we gaan onze hoeken mooi rondveilen. Nu gaan we aan de andere kant veilen. En dan hebben we mooie ronde hoeken aan onze zielhouder. Het laatste dat we dan nog moeten doen is onze zielhouder plooien en de rest van onze fleshouder plooien. Dat doe ik in het volgende filmpje.